Hey, Bart Valken hier en welkom bij mijn Mega Blender Training Serie video nummer 65. En zie die grote schep daar met die enorme vlam. Bam, dit is de Master Mega Doelopdracht. Ik ga mijn mond houden en jij gaat aan het werk. Nou ja, ik ga je nog even een belangrijk tipje laten zien om te zorgen dat mocht Blender crashen, jij niet al jouw creatieve harde werken in één keer kwijtraakt. Tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check mijn site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle Blender doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou. Ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting, plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem maar zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel hebt geklikt. En laat een leuke reactie achter. Maar eigenlijk het allerbelangrijkste is gewoon geniet van het hele proces. Man, wat ben jij ver gekomen in deze Blender training. Deel 1, de hele basis, die eerste leerhobbel van Blender, de basis van Blender. Ben jij die berg mee opgeklommen en overheen gegaan. Daarna al die modellen gemaakt en dan al die materialen opgegooid, lichten neergezet, klaargemaakt voor animatie, oftewel rigging. En in dit deel 5, ja, is het gewoon de hoogste tijd om aan de slag te gaan met daadwerkelijk tot leven brengen van al dat tos wat jij tot nu toe al gemaakt hebt. En dit vind ik zelf ook het allerleukste om te doen. Het moment waarin ik gewoon kan klooien met keyframes en dan al het uiteindelijke resultaat zo naar voren zie komen. Zeker als je ook werkt met die verschillende shots in die verschillende camera's. Oh, het is fantastisch. Daar geniet ik ontzettend van. En ik hoop dat ik dat op jou heb kunnen overbrengen. En jou heb kunnen leren hoe je dat doet. Nou, over leren gesproken ga je één klein dingetje laten zien over bewaar jouw tussenstappen, zodat je die boel dus niet kwijtraakt. Oké, we zitten weer in de UFO-bots prutsproject. Hey, hoe je Blender bestand opslaat, dat heb ik vast wel een keer laten zien. Mag ik hopen. File en doe je gewoon save en dan slaat hij op. Maar wat je ook kan doen is save incremental. En dat heeft te maken met save as. Ik doe eerst eventjes save as en dan krijg je natuurlijk gewoon het schermpje. En dan is het hieronder is het rood. Want hier de UFO-botsing.blend, die bestaat hier al. Zo van, ja, ik kan wel op save as drukken, maar dan overschrijf je dus de bestaande ding die hier al stond. En wat je kan doen, terwijl je dus bezig bent met animeren, en moet je gewoon eens af en toe op, doe ik altijd zo, gewoon een eentje erbij zetten. En doe ik hier save as. En dan heb ik hier UFO botsing 1.blend heb ik dus opgeslagen. Wat je dan kan doen, dan ga je weer iets nieuws maken. Lala, je hebt een tijdje bezig geweest. En denk, oeh, ik ga nu even weer de boel opslaan. Dan kun je ook save incremental klikken. Save incremental. En dan wat hij dan doet, hoppakee, dan lijkt er eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Maar als je goed kijkt hier bovenin, er staat nu UFO botsing 2.blend. Blend. En dat dit tweede bestand vind je, als ik hier save as doe, dan zie je die hier ook weer terug. Hier botsing 2.blend. En eigenlijk hetzelfde idee is als je hier op het plusje drukt. Blender gaat zelf kijken van, goh, kan ik eigenlijk getallen vinden in die bestandsnaam waarin jij het wil opslaan. En als ik dan op de plus druk, dan maakt hij dus zelf, hij ontdekt die 2 en dan maakt hij dan een 3 van. Als ik hier op de plus druk en druk save as. En dan zit ik dus in UFO botsing 3 te werken. Nou, en dit kun je dus zo vaak doen als je zelf maar wil. En ik kan het je echt aanraden, als je een tijdje bezig bent geweest, doe dat eventjes. Klik op File, Save As en dan op het plusje Save As. Of in één keer op Save Incremental. En dan maak je er gelijk, kan ik hier doen. En maak je de botsing 4 van. En dan krijg je wel een heleboel bestanden zo onder elkaar. Maar je kan altijd makkelijk weer een stapje terug als je iets doet in de boel crasht. Of je bent de draad kwijt. Oké, nu voor jou hoogste tijd om die hele animatie gewoon te gaan maken. En dan zie ik jou terug in het volgende deel, deel 6. Dan gaan we een animatie renderen. En dan gaan we die computer maar eens eventjes hard aan het werk zetten. En ja, er echt een video van maken. Maak iets.